Welkom, leuk dat je kijkt. Met het project Ons Delft maakt de stad verkennen we hoe Delft er in 2040 uit zou kunnen komen te zien. En dat doen we aan de hand van een heleboel verschillende thema's, een zestal. Bijvoorbeeld over zorg en sport, maar ook over vervoer en verbinding en energie en klimaat. En vandaag zit ik aan tafel met Vee. En Vee heb ik vorig jaar al gezien toen we buiten ons festival hebben. En nu hier online gaan we met elkaar in gesprek. En dat doen we aan de hand van een paar kaartjes waar vragen op staan. En ja, Vee, wil jij de eerste vraag stellen? Ja hoor. Hoe is Ons Delft ontstaan? Ons Delft is ontstaan toen we gingen werken aan de omgevingsvisie. En dat is een plan waarin we gaan opschrijven van hoe we denken dat we Delft er over 20 jaar uit gaat zien in 2040. En ja, dan kun je daar met elkaar over praten in vergaderzaaltjes. Maar het leek ons veel leuker om daarover te gaan praten met elkaar in de stad. En ook op plekken te gaan kijken waar ook dingen gaan gebeuren. En op die manier is Ons Delft ontstaan. Dan heb ik ook een vraag voor jou. Vee, want je was vorig jaar ook onderdeel van Ons Delft. En wat vond je ervan, van Ons Delft in 2019? Ja, toen vond ik het heel leuk. En ook heel leuk om jullie te interviewen. Ja, want je hebt toen mij geïnterviewd. Maar volgens mij ook onze dijkgraaf, toch? Ja. Ja. Wat is het doel van Ons Delft? Het doel van Ons Delft is dat we met de mensen in de stad praten over hoe zij de stad zien. Mm-hmm. En dat we ook hen daarbij betrekken. Zodat de plannen die we maken, dat daar ook de dingen in komen die de mensen van belang vinden. Want in 2040, ja, hoe gaat Delft er dan uitzien? Dus het is wel leuk om te horen van hoe mensen daarover spreken. Zodat we daar ook onze plannen beter door kunnen maken. Oké. Als Ons Delft weer een stadsfestival is in 2021, wat zou jij dan organiseren als je het helemaal zelf mocht doen? Dan zou ik veel activiteiten doen. Hooibalen waar je van op en af kan springen en bij Delftse hout. Oh, dat klinkt wel echt heel erg leuk. En dat je dan ook nog dingen met elkaar kunt bespreken, of hoe ga je dat dan doen? Ik had het idee over op sommige plekken staan allemaal tafeltjes waar je dan lekkere dingen kon halen. Mm. En dan dingen die ook over Delft gaan of iets wat lekker snoepen. Ja. Ja, wow, dat vind ik ook wel een goed idee. En wat je net zei over die auto's, dat vind ik ook wel een goed idee. Want ik ben wel benieuwd wat je dan van plan bent. Ja, om minder auto's te doen en minder scooters. En dat het beter voor het milieu is. Ja. Waarom is het belangrijk om ook in deze gekke tijd ons Delft te laten doorgaan als online evenement? We blijven ook gewoon, ook al dan werken we thuis, nog steeds plannen maken voor Delft. Mm-hmm. En ook nog steeds nadenken over hoe de toekomst van Delft eruit zou kunnen komen te zien. En mensen hebben ook gewoon tijd om met ons mee te denken. Dus we vinden het heel belangrijk dat, ook al moet dat online, en zitten we dan achter een schermpje, om toch met elkaar te praten over hoe we over Delft denken. En dus dat is eigenlijk altijd belangrijk. En ook als we dat online gaan doen. Ja, oké. Hoe zie jij Delft in 2040? Ik hoop ook op minder auto's en veel speeltuintjes, veel groen, zoals bomen, grasveldjes waar je kan voetballen of tennissen, shuttelen. Wat heeft de Delftenaar aan Ons Delft? Ja, de Delftenaar die kan tijdens Ons Delft meeluisteren en meedenken over de plannen die we aan het maken zijn en ook aangeven wat ze belangrijk vinden. Ja. En daarnaast is het natuurlijk ook heel erg leuk om te zien waar allemaal aan gewerkt wordt. Dus ze kunnen vooral rondkijken en kijken over wat ze ook belangrijk vinden. Oké. Wat zou jij over 20 jaar willen doen? Dan zou ik profvoetballer willen worden of kapper. Als je voetballer wil worden, dan wil je nu natuurlijk eigenlijk ook plekken hebben waar je kunt oefenen met voetballen. Ja. Want kun je dat in de buurt van waar je woont goed doen? Nou, er is wel in de buurt een kooitje waar je een beetje kan voetballen. En nou, twee bij mijn moeder één plekje en mijn vader één plekje. Ja, maar dat betekent dus als jij zou mogen zeggen wat je belangrijk vindt voor Delft, dan zeg je plekken om te spelen. Ja. En waar je kan oefenen om een hele goede voetballer te worden. Ja. Ja. Nou, dat is op zich ook wel een goeie, want volgens mij willen veel meer mensen ook dat er plek is om te sporten. Dat je lekker een beetje buiten kan rennen of dat je kunt spelen. Ja. Ja. Cool. Hoe kunnen mensen meedoen aan Ons Delft?
Mensen kunnen kijken op de website en daar is ook een plek waar je kunt aanmelden. Ja, ik moet weer een vraag. Heb je nog meer vragen? Ja. Ja. Hoe zie je Delft in 2040? Ik hoop dat Delft in 2040 een stad is waar mensen nog steeds heel graag willen wonen. En waar het ook fijn wonen is en dat je ook leuke woningen vindt. Maar ook dat er genoeg plek is om buiten elkaar te ontmoeten of om te sporten. Ja. Die veldjes om te voetballen, dat die er ook nog steeds zijn voor kinderen. En ik vind het ook wel belangrijk dat we goed nadenken en dat het dan ook zichtbaar is geworden op straat. Ja. Dat er minder auto's rijden en dat er meer ruimte is voor gezonde frisse lucht. En dat we ook mensen die graag willen werken in Delft, dat we daar ook banen voor hebben. Dus eigenlijk gewoon een stad waar je graag wil wonen. Dat hoop ik dat het in 2040 is. Ja. Waar ben je het meest trots op als wethouder? Het is allereerst gewoon heel erg leuk om wethouder te zijn in de stad waar je woont. Ja, want het is heel erg leuk om mee te denken over de stad waar je al jaren zelf woont en waar je dingen ziet. Om daar nu ook dingen beter te kunnen gaan maken. Mm-hmm. Maar het is vooral ook wel heel erg leuk om te werken aan de plannen. Om, als mijn kinderen later ook groot zijn, dat ze ook nog steeds een stad zien. Waar ze trots op kunnen zijn. Ja, volgens mij hebben we een heel leuk gesprek gehad zo samen met elkaar. Ja, bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en... Tot volgend jaar.